Mijn droom is uitgekomen. Ik doe mee aan de Dakar Rally. En jawel, ik haal zelfs iemand in. Welkom bij dit nieuwe avontuur hier in de wildernis van Saoedi-Arabië tijdens Dakar 2024. Kijk eens, wat gaat er hard. In deze video ga ik achter de schermen laten zien hoe Dakar eruit ziet. Ga ik de race bekijken en ga ik uiteindelijk zelf ook een stuk van 70 kilometer meedoen aan de race. De Dakar Rally is de zwaarste motor- en autorace ter wereld. Honderden deelnemers van over de hele wereld doen mee. De race duurt zo'n 2 weken, gaat dwars door de woestijn en er is geen luxe. Los van deze survivalachtige omstandigheden is de Dakar ook ontzettend gevaarlijk. Maar buiten de ongelukken is Dakar een prachtige race waar menig autoliefhebber van over de hele wereld naar uitkijkt. Het is tijd om mijn spullen te pakken. Vandaag gaat het gebeuren. Dakar is misschien wel een van de zwaarste motor- en autoraces van de hele wereld. En het ziekste van allemaal, ik ga zo meteen zelf ook racen. Via een gestreste vliegreis via Istanbul, waarbij ik bijna mijn tweede vlucht miste. It's only in 40 minutes. Oh, snel. Gate 500, hè? Kwam ik dan eindelijk aan in Saoedi-Arabië. We have the invitation. We have the invitation. Don't have the bracelet yet. De auto gaat hier al gecontroleerd worden, zo te zien. Er is strenge beveiliging. Het is natuurlijk een groot internationaal evenement. Salaam alaikum. Salaam, kif halak. Kif halak, you know? Kif halak, no. It seems like, how are you? How are you? Ah. Is het ten naam? Is het also something? Ten naam? Ten naam, sleep. Oh, oké. Okay. Something different. Als allereerst zien we hier gelijk een aantal tenten staan. Zoals je ziet, allemaal gewoon tentjes, geen dure hotels. Koffietje, die hebben we nodig. When did they start building this one? Oh, I think in the night. And just this night? Yeah, yeah. And they're gonna build it? Again, tomorrow in the next bivouac. Everything you see is being transported. Every day. De Dakar heeft een totale lengte van 12 dagetappes, met in totaal zo'n 7891 kilometer. Iedere dag aan het eind van de race gaan de deelnemers naar een bivak. Dat is een locatie waar de auto's en motoren worden gerepareerd door de teams en waar de deelnemers kunnen rusten. Tot de volgende ochtend wanneer ze weer beginnen. En hetgeen wat Dakar echt Dakar maakt zijn de omstandigheden waar je in terechtkomt. Je rijdt in een bloedhete woestijn. Je hebt geen navigatie. Moderne navigatiemiddelen die zijn verboden. En dan kom je aan naar zo'n doodvermoeiende reis. Je moet nog 2 weken lang. En dan slaap je niet in een lekker hotel met een douche. Nee, je slaapt midden in een woestijn in een tentje. Met dit uitzicht. Maar omdat ze iedere dag doorgaan, moet er een nieuwe bivak iedere dag worden gebouwd bij de finishplek van de nieuwe ronde. Dus alles wat je hier ziet is vandaag opgebouwd, wordt morgen weer afgebouwd en weer gelijk opgebouwd op een nieuwe locatie. En dan bedoel ik ook echt alles. So the next place there will be another team who's going to fix up everything and they build it. So when we move there, everything will be ready. Een enorme organisatie. You really need to be adaptive and to find last minute solutions. En ook medisch gezien staat er 24/7 hier een team paraat die iedereen kan helpen die dat nodig heeft. We have a scanner that we can see if there is fractures. Deze plek wordt dus ook, net als al het andere, iedere dag opgebouwd en vervangen met kabels, camera's, alles erop en eraan. Douches, inclusief watertanks. En achter deze linten wordt de volledige internet setup klaargezet. En ook niet geheel onbelangrijk, brandweer die non-stop klaar staat hier met verschillende teams om als er een keer een vuur uitbreekt, dat ze die gelijk kunnen blussen. De toiletten. If there is any incident, you can give the information. Hier de tent, die is alleen voor de prins van Saoedi-Arabië en de vrienden die hij daarvoor uitnodigt. En die hele parkeerplaats daarachter, waar op dit moment maar 1 auto staat. Het is gewoon bijna, nou misschien wel 10% van het hele gebied. Een prayer room, maximaal 20 km per uur hier als je hier binnen rijdt. Generator. Dit is een server, hier staat alles op wat wordt uitgezonden, wat jullie thuis zien. 2 grappige feitjes over Dakar. Alle vrachtwagens die jullie hier zien staan en die hier zijn, worden hierheen gevaren met 2 hele grote boten. Niks komt hierheen gereden. Er komt er een aan. De auto die je hier huurt kost 800.000 euro. En dat staat los van alle dingen die je nog breekt, die kapot gaan, die je moet vervangen. Kijk, dit zijn de classics van Dakar. Het is een hele cage binnenin, waardoor mochten ze over de kop gaan, ze in ieder geval veilig zijn. This is my first time driving the car and I'm doing it with my dad. Oh, you're doing motocross, biking normally. Yes. So this is a completely different thing, yeah. Completely new. So yeah. I'm new to cars, always been on bikes and
Ja, so, cool, I'm doing it with my dad. Yeah, nice family experience, yeah. Yeah, I mean, we had lots of fights today in the car already, and it's only day one. What is the most challenging part of the car? I think the duration, it's long, 10 hours. Holy fuck, yeah. But do you have enough food inside? Ja, we doen. Enjoy de komende 2 weken. Oké, bye bye. Charlie hier op dit moment letterlijk de hele auto bijna uit elkaar. Ja, het is gewoon super gaaf om deze auto te rijden. De eerste dag die zat gelijk weer lekker volop. Het was stoffig weer. Ja. En ja, heel stoffig. Dat was ik eigenlijk niet vergeten. Het is de woestijn, hè? Ja. Nou, ik denk dat de marathon wel een dingetje gaat zijn. Want de marathon zorgt ze altijd wel dat er niemand kan komen, niemand kan helpen. Dus je moet het echt zelf doen. En dat is 2 dagen. Ja, de marathon duurt dus inderdaad 2 dagen. Tussendoor heb je geen bivak met monteurs, maar moet je alles zelf repareren. En slaap je zelf als deelnemer midden in de woestijn. En wij gaan dat nu ook ervaren. Kunnen ze alles schoonpoetsen nu eerst nog? Ja, even schoonmaken. Eerst een beetje stof kruipen. Succes. Dank je. Zet hem op. Maar sommige deelnemers hebben zelfs geen enkele dag monteurs. Die doen letterlijk alles zelf. Ze komen hier alleen aan, maar moeten dus ook zelf alles in hun eentje repareren. No assistant, no mechanic. Only you on your bike. How is that for 2 weeks completely on yourself doing the mission? You break some important parts and you need to change the tires every 2 days or 3 days. 14 dagen zijn ze helemaal in hun eentje, vanaf het begin tot aan het eind. Voordat ik zelf mee ga doen aan de Dakar, kom ik in één keer iemand tegen. Een oude bekende. It was in Norway with Kjeld Nuis. That's what it was, yeah. You were in front of the windshield. Yep, yeah. When I was driving the Toyota for the record breakdown. So how was today? Yeah. No, today was good. So now we are going to experience... No behind the scenes anymore. Yes. The real deal. We are experiencing the real Dakar. Hello, I'm Isabelle Patissier. I used to be a rock climber and I was a 2-time world champion. And after 10 years, I decided to stop competition and I start Rally Raid. The new adventure. Yeah, new adventure. I did 11 Dakar. Right? You have to be very careful. En aan een uurtje of 5 rijden kwamen we aan in het midden van de track. Het loopt hier natuurlijk allemaal mooi rond. In de verte hoor je zo aankomen met het gebrul van de motoren. Holy moly, en het stof wat ze achterlaten. Ongelooflijk. Kijk, dichtbij de baan staan is niet helemaal handig, maar voor de mooiste shots moet je soms een beetje ver gaan zodra je de motorrijders maar niet hindert. Maar deze gasten hier achter mij zijn serieus aan het voetballen op de baan. Nou, je hebt idioten, daar gooi ik mezelf nog wel in. Maar dit is nog wel echt een stapje richting idioter. De heli is er ook bij. Die maakt even een zijpaadje. Hard langs de mensen, nu kun je echt zien hoe dichtbij eigenlijk iedereen hier staat. Dit is de Lupa, oftewel het lunchpakketje wat iedere deelnemer van Dakar krijgt. Je krijgt corned beef, gezouten crackertjes, een overheerlijke muffin, een blikje Red Bull, een zakje chips en nog een haverreep. And tomorrow in the morning they will race here. Ja. Wauw. Nou, kijk, we gaan de weg af in de woestijn in. Welcome Saudi-Arabia. Thank you. Shukran, shukran. Yes. Deutschland. Hollanda. Hollanda. What is in your language? How is it called? Dutch. Dutch. No, just Deutsch. Dutch. Yeah, yeah. Dutchland. Yeah. The Netherlands. Ah, but so the language is Dutch. Oh, okay. Yeah, yeah. So you pronounce the country Netherlands? The Netherlands. Holland. Yeah, Holland. The Netherlands. Holland. Holland. Holanda. We call it Holanda. Germany. Sorry. Kijk, hier hangt ons prachtige eten voor vanavond. Beter kan je niet hebben. Tentjes, de woestijn, natuur, een vuurtje. En morgen gaat het allemaal pas echt gebeuren. Marhaba. Salam alaikum. Welkom. Salam alaikum. Hello. Salam alaikum. Marhaba. Okay, wow. A lot of people, hè? Yeah, we are a family. Yeah, we are a family. Oh, big family. Yeah, big family. We werden vriendelijk ontvangen. Ik moest aan iets ruiken. Ah, yeah. Of in ieder geval, dat dacht ik. Het was meer een soort parfum. Het gebeurt in één keer heel erg veel om ons heen. Okay. En we dansen nog met z'n allen. Er is hier dus een serieuze discussie of we die ballen wel of niet gaan eten. The influencer, it's your unique chance in your life to try that. To try that, huh? Oh, je ziet hem, die aderen. Je ziet de fiends. Het erbij. You have to do it like this, you know?
Hoppakee. Très bon. Très bon. Come on. Come on, guys. It's very good. Do it. Yeah. Oh. Yeah. Yalla, yalla. Tout le monde va. Yalla. Yeah. C'est excellent. Good? Yes, yes. It's good, but it's strange. Het is heel raar. Het is heel jelly, heel sappig. Na een gezellige dag werd het ochtend. Vandaag is de dag. Ik ga racen. Welkom. Shukran. Kawa Saudi. Ja, marhaba. Marhaba. Ja, hala. Ja, hala. Dit is de chai, hè? No. Kahwa. Dit is de kahwa. Oh, wow. Is light? Ja, ja. En terwijl ik rustig aan het eten ben van mijn mais, is de race ondertussen al vol aan de gang. Als allereerst vertrekken de motoren. Die gaan voorop en maken dus ook als allereerste bandensporen. Nou, dan komt de volgende aan. Op hoop van zegen gaat dit goed. Go. Maar omdat het navigeren zo moeilijk is, moeten die eerste racers dus alles zelf bedenken. Tuna, tuna. Kijk, lekker met z'n allen uit zo'n pan eten. Oh, no. Is mijn af. Aha, Anna is mijn Anna. Enter. This. You. My friend. Habibi. Deze jongen, geef mij even deze prachtige show. Wat een energie op de vroege ochtend. Ik denk dat Fort er ook waar, maar wat meer suiker in meteen gaan doen. Even terug in de tijd. We zijn in Marokko. We gaan motocrossen. Lekker zon, man. Afgelopen jaar heb ik een motorrijbewijs gehaald. Gas blijven geven. Ja. Van overtuiging. En ben ik naar Marokko gegaan en ben ik daar in de Sahara gaan motocrossen. Het is gruwelijk. Eerste keer motocrossen echt in de Sahara. Eén keer op Scheveningen gedaan, maar dit is toch nog 10 keer zo pittig. Maar het is dik. Kijk eens hoe prachtig. En dan moet die motor helemaal schuin, hè? Oh, no, no, no. Tja, dat ging niet al te best. Dus de Dakar doe ik maar met een auto. Maar niet zomaar eentje, een dikke 4x4. Kijk eens, dit gaat hem worden. I'm not ready. You can see already the newspaper titles. Ja, daar moeten we dus voor zorgen dat niet gaat gebeuren inderdaad. Het is natuurlijk gewoon een race internationaal met allemaal profs die hier serieus aan het racen zijn. Dat er in één keer inderdaad 3 YouTubers zijn, deze 3 auto's die het allemaal verknallen. We're gonna go maximum speed 100 kilometers. Wow, through the desert. In the desert, papi. It's very, very dangerous. And after... We change valley. It's a bumpy track because we cross. Because if you are late to announce to the pilot there is a caution to a danger to, you can break the car. Ik heb zojuist een roadbook ontvangen. Hierin staan alle aanwijzingen hoe we moeten gaan rijden. Ik zie bergen staan. Ik zie een pijl staan. So we are really driving inside the race with other cars. That's why we have to be careful behind, so watch in the mirror. We zitten dus inderdaad serieus midden in de race. Een klein beetje aan de achterkant, zodat we de echte allereerste professionals niet in de weg zitten. Zo, 70 kilometer, right? 70 kilometer. 70, oké. We stappen in bij de laatste 70 kilometer van de trek. 240 meters, we will go on the right of the tree. Ja. Yeah. Op dit moment zijn er nog geen auto's of motoren om ons heen. The first tree there? Ja. Yeah. Maar ieder moment kunnen die komen. And at this tree, you see it's here. Uh-huh. Okay. So I have to push... I push here my my parcel. And that's the checkpoint. Ja, we werken dus met een cap. Okay. And the cap is 269. Dat is een soort graden van het kompas die jullie kennen. 360 graden is helemaal rond. En op basis van die cap moet je dus weten of je wat links of rechts moet gaan afbuigen. Okay, so tree on the left. Yeah, tree on the left. We go and right. Rock on right. And we go in the middle. Yeah. And after we go on right... Voor een cap 264. Een soort wiskunde terwijl je aan het autorijden bent dus. Zo, de weg is op dit moment nog redelijk te doen. Er zijn af en toe al kuilen en losliggend zand. Vooral echt het stof van degene voor me is echt eigenlijk wat voor een beetje problemen zorgt. En daardoor is het zicht volledig eigenlijk, niet volledig, maar redelijk beperkt. En omdat je dus zo erg moet uitkijken voor stenen en alles wat op de weg ligt... moet je eigenlijk afstand houden. Maar ondertussen wil je natuurlijk gewoon lekker een beetje blijven gassen, want je wilt natuurlijk ook... gewoon een beetje tijdig finishen. So what will happen if you drive here with... Yeah.
Yeah, it's very dangerous. Does it happen that you that a car roll over? Yeah. Toch echt goed uitkijken. Ondertussen je moet met je hoofd dus bezig zijn om om te eigenlijk de hele tijd aan te horen wat de navigatie doet. Het heeft met meters te maken, met bepaalde markante punten zoals bomen, stenen of een bepaalde vallei waar je langs rijdt. En daarnaast natuurlijk nog de gevaarlijke punten. Maar ondertussen moet je voor je blijven kijken, heel kort op de weg, maar ook vooruit. You have to be careful because there's no more note. Oké, nu moeten we uitkijken. Nu is het een hele smalle doorgang. And you have to take the two hand. Yeah. See, you have to. No one hand steering. If you turn, don't turn too much the wheel. Okay. Because if you turn like this, and you put gas, you like in snow, you know, the wheels are like this, and you really have to lose the control. Yeah. Ja, dat zijn goede tips om te gebruiken. So when it's like a lot of sand, less steering, more gas. Yeah, more gas. Yeah. And don't too much like this. Yeah. Try to drive very straight. Yeah. Okay. De controle verliezen, dat willen we niet. Oké, dat zijn wel handige tips om te krijgen, want ik zat alweer bijna vast net. Maar we moeten doorrijden. Maar je hebt constant, tenminste heb ik nu wel een beetje mijn hand op mijn hart van, gaat dit goed? Maar we willen iemand inhalen. Voor het tweede stuk krijg ik een andere co-pilot. New co-pilot. New co-pilot. Old co-pilot, but new co-pilot for you. But old co-pilot. Little bit left more, be careful step down. Be careful step down, flat out. Oké, er liggen hier ook overal autobanden waar we op moeten uitkijken. Straight. Right. Be careful on off-road. Turn right. Slow down. And straight on the top. Be careful of the stone place. Because the tire, you must make careful. Do we have an extra one? Just one. Okay. Ik druk het gaspedaal in. Nu moeten we echt even flink gaan racen. Ik heb maar 70 kilometer. Eén keer in mijn leven dat ik deze kans krijg. En ik moet en zal iemand gaan inhalen. Dat is echt bizar. Geen enkele meter is tot nu toe hetzelfde. Iedere keer gaat het gewoon verandert het. Maar dus dan denk je even van, oh, dit is weer hetzelfde als net. Hoe gruwelijk zou het zijn? Een echte deelnemer langs scheuren. Okay, dit is een heel dun stuk. Akos. Akos. Het is iedere keer een beetje inhouden en dan weer vol op het gaspedaal. Oké, nou nu kunnen we doorrammen. Ik ging één vrachtwagen voorbij, maar die stond ook stil. Het gebeurt natuurlijk ook gewoon dat je hier stilstaat met een woestijn. Dan moet je het allemaal zelf regelen. Maar het is wel gruwelijk om te zien, want dat betekent dus serieus dat we gewoon midden tussen iedereen inzitten. Dat weet je dan wel, maar je moet het even zien, wil je het ook geloven. Oké, holy moly, gewoon een aantal kamelen hier voor onze neus. 1, 2, 3. 3 kamelen hier. En voor ons is ook gewoon serieus een auto. Dus we zijn gewoon een van de Dakar-auto's aan het inhalen op dit moment. En een beetje de snelheid volgen, want ik wil natuurlijk die auto even inhalen. Hoe gruwelijk zou dat zijn? Ik haalde iemand in, maar deze reed wel heel erg zachtjes en had waarschijnlijk technische problemen. Ik trapte dus opnieuw het gas in, ging volle bak en probeerde alles op alles te zetten om nu echt deel te nemen aan de race. Het is een standaard car, yes. How are you getting closer? Can we pass him? Or if we have some place, yes. If there's place, okay. Oké, het gaat nu of nooit gebeuren. We rijden dwars door de mist heen. Maar ik mag echt niet te hard. En dan zie ik hem niet meer. Oké. Hij gaat naar rechts toe. Kijk, nu kan ik hem links inhalen. Maar helaas, net op dat moment ging deze tegenstander net iets naar links toe, waardoor ik hem niet kon inhalen. Oké, we hebben de zijweg gepakt en nu kunnen we hem als het goed is. En het lijkt alsof dit een heel groot open veld is, maar overal aan mijn linker en rechterzijde zaten bubbels en stenen waardoor ik daar niet overheen kon gaan. Ik moest dus echt wachten op het juiste moment. Little bit right, slow down, little bit left, slow more. Now it's okay. Stay. Yeah? Yes. Okay, bravo. Gas. Thank you. Gas. Merci. Concentré, reste concentré. Turn right. Slow down, now it's okay. Een redelijk stressvolle situatie. Finish! Hey. Het was gewoon gelukt. Ik heb de 70 kilometer uitgereden en ook nog eens iemand rijdend ingehaald. Hey.
finish. Zoals jullie kunnen zien zijn we bij de finish aangekomen. Dit is dan ook het einde van deze video. Maar sowieso een enorm bedankje naar Red Bull Nederland voor het faciliteren van dit gruwelijke avontuur. Het was sowieso al jarenlang een droom om mee te mogen doen aan Dakar. En ik had het nooit kunnen bedenken dat het ook zou gaan gebeuren. Laat in de comments weten waar jullie volgende keer het avontuur willen zien. Moet ik een bijzondere cultuur ergens in de wereld gaan ontdekken? Of wil je dat ik een bepaald sportief evenement vastleg? Of heb je een bepaalde uitdaging, zowel fysiek of mentaal? Laat al je avontuurlijke ideeën in ieder geval hieronder weten in de comments. En dan zie ik jullie gewoon weer bij de volgende zaterdag om 10 uur 's ochtends. Want elke week post ik een nieuw avontuur hier op het avontuurlijkste kanaal van Nederland.